Dames en heren, welkom op DaVinci Games. En ik ga vandaag weer 3 achtbanen doen in No Limits 2. En jullie gaan dan uiteindelijk aan het eind van de aflevering kiezen welke achtbaan er gaat winnen van die 3. En dat is gewoon jullie mening natuurlijk. De eerste gaan we doen en dat is Batavia. Nee, niet Bavaria, Batavia. Het is geen... misschien word je wel dronken of nou ja, duizelig hè, moet je zeggen. Je kan nooit dronken worden in de achtbaan. Of je moet je bier meenemen, maar dat is onhandig denk ik. Welcome to Batavia. Nou, dit ziet er grappig uit. We hebben een stationnetje gemaakt. En ja, we gaan dus naar de entrance. Dat is ingang hè, in het Engels. Dus ja, het is maar dat je het weet. We gaan hier naar boven. Ik ga wel rennen, want ik ben een enthousiast... Oh, en hier een mooi portret van een schip. De Bavaria. Misschien is dat het schip of zo. En wat staat hier? Hier nog een plaatje. Oké, interessant. Interessant. Ik loop door. Leuk zo'n wachtrijtje. Ik vind het fantastisch. Kunnen we er overheen springen? Kan dat? Nee. We moeten echt het hele wachtrijtje volgen. En het is een beetje kaal. Misschien had hij daar wel wat dingetjes kunnen neerzetten of zo. En oh, dit vind ik leuk. Een beetje water gemaakt hier met een riolering. En een kade lijkt het net met die zijkantjes. En hier zien we nog een schip. Ja, hij heeft het leuk gedaan. Leuk gethematiseerd. Oh, wauw. En nu komen we binnen in dit gebouw. En ja, dit vind ik fantastisch gedaan al. Ik complimenten. Ik zei ook, ik heb echt een paar vette coasters heb ik gemaakt. En het is echt een... Het is niet echt een coaster, het is meer een beetje Vliegende Hollander idee, vind je niet? En hier gaan we dus wachten tot we... Oh, kijk nou! Oh, wat spannend! Ik vind het zo verschrikkelijk vet. Laat mij hierin. Rustig wachten. Ja? Gaat die ook al? Nee, ik moet nog instappen? Ja? Oké. We gaan instappen en we gaan wachten. Kijk, daar is wel een barrel, een tonnetje. Jammer dat het niet in de wachtrij zat. Oh, en dit is spannend. Ik ben echt heel benieuwd. Oh, dat vind ik fantastisch. Dit mogen mensen meer gaan maken. Zulke coasters. Gewoon met een leuk thema eraan. Even een lichtje aanmaken. Het wordt een beetje donker. En dan gaan we. Geen muziek. Dat moeten we even erbij verzinnen. En dan krijg ik mijn dark ride gedeelte. Oh, zij rotvarend tot het einde der tijden. En hier zie ik een stuk schip heeft hij erin gemaakt. Oh, wauw. Gaaf dit. Ja, dit vind ik fantastisch. Maar voor mij is het wel gewoon een achtbaan. En komen we langs een kade. Oh, en een kanon heeft hij gemaakt. Dit is heel vet. Een paar tonnetjes gemaakt. Weer. En ja, ik vind dit echt fantastisch. En we komen weer in een rookgedeelte. Trouwens ook wel heel realistisch gedaan hier ook hoor. Ik hoop dat nou gewoon de Rollercoaster Tycoon World ook dit gaat worden. Maar dan nog ja, veel mooier met fantasie. En oké, hij heeft ook een gat gemaakt daar. We gaan helemaal omhoog. En dan komen we gelijk naar buiten. Dus dit is eigenlijk het dark ride gedeelte hebben we nu gehad. En dan komen we in één keer in een spannende rit achtbaan. Wow! Gaat over de daken heen. Over het stuk dark ride. Leuk bedacht. Toch een beetje Vliegende Hollander idee denk ik hoor. Doe met die karretjes en dan dat schip en alles. Ja. Ja, ik vind het fantastisch. Over het water bijna. Gaan we nog door het water? Volgens mij wel hoor. Volgens mij is het gewoon de nieuwe Vliegende Hollander. Ja, over het water. Huppakee. Oh, we krijgen nog een stukje. Kijk nou. Oh, wat gaaf. We worden weer een soort van omhoog getakeld. Ik weet niet of dit het einde is van de attractie. Dat zou best kunnen hoor. Mooie view dit. Het ziet er echt fantastisch uit, joh. Het ziet er echt super uit. Komen we het gebouw weer in. En ik weet niet of hier nog iets gebeurt. Of dat we gelijk naar het einde gaan. Voor mij moet je hier wel uitstappen hoor. Trappetjes gemaakt. En ja, jammer dat het natuurlijk een beetje blokkerig is. Maar No Limits is het gewoon heel pittig om zoiets te maken. Dat weet ik uit ervaring wat ik met mensen heb gesproken. Van hoe werkt dat nou precies. En al die 3D objecten. Maar dit is echt de Batavia. Wauw, dit wordt lastig voor jullie als keuze denk ik. We stappen uit. En kunnen we uitstappen? Ja, hier zo. Dan gaan we door de uitgang. Moeten we hier naartoe. En dan... Is dit de uitgang van de attractie? Dan kan je, oh, dan kan je nog hier op de kade. Wat leuk. Hij heeft zelfs bankjes neergezet. Ik kan niet... Oh, wat ga ik doen? Ik zit in de achtbaan. Oh, ik ging... Ik wil vliegen. Ik wil vrij... Kom op, ik wil eruit. Let me out. Kom op. Bright Falls is de volgende achtbaan. En dat ziet er ook heel creepy spooky uit. We hebben eigenlijk 3 hele bizarre, enge achtbanen een beetje. En Bright Falls is natuurlijk van Alan Wake. En oh my... God, heeft hij een gedeelte nagebouwd. Hij heeft een gedeelte nagebouwd van Alan Wake. Oh my god, dit is heel erg vet gedaan. En je hoort zelfs stemmen uit Alan Wake. Dit is echt
Fantastisch. Wauw, mensen. Dat. Het lijkt een beetje. Dus echt, het zijn zoveel objecten dat men per se gewoon een klein beetje moeite heb. En No Limits is natuurlijk grafisch gewoon echt prachtig. En echt van de mooiste rollercoaster simulaties die er is. Ik hoor heel zacht spannende muziek op de achtergrond. En ik ga even rennen, want dit gaat. Ja, dit duurt te lang. Oh, je hoort geluiden zelfs in de wachtrij. En we lopen onder de achtbaan door. Oh, wauw. Fantastisch. Wat eng dit. Echt spooky. Oh, Alan Wake. Oh, dit is zo tof, jongens. Dit is zo tof gedaan. Heel anders weer dan die andere, maar ik wil vooraan natuurlijk, hè. Dat snappen jullie. Kan ik erin? Yes, we gaan erin. Oh, crap, jongen. We gaan. Oh, shit. Oh my god. Echt fantastisch. Hoe kan dit tegen de Bavaria op? Of die boot. Ongelooflijk. Bright Falls, mensen. Bright Falls. En kijk hoe hard we omhoog gaan. Damn. Dit is net de Goliath. Wow. Ongelooflijk. Ja, dit is fantastisch. Ik heerlijk om te zien en te spelen. Oh, een stukje binnenin. Ik hoop stiekem om nog een stukje dark rijden, maar ik weet niet of het erin komt. We gaan wel hier en daar door wat donkere stukjes heen. Lekker soepel baantje ook. Hij is lekker lang, hij is lekker groot ook. Hier komen we bij een lekstukje. Ja, een lekstukje. Het is gaaf, zeg. Ik vind het sowieso gaaf dat je onder de baan doorgaat. Wauw, die lichten ook. Dit was de achtbaan. Wauw. Ja, dit wil ik even afdoen, hoor. Dit wil ik even gewoon hierin blijven zitten, want dit is echt een plaatje. Bright Falls. Even wachten tot de achtbaan netjes stilstaat. Alan, wake up. Dat zijn de laatste woorden die je hoort. En ja, we zijn nu uitgestapt. We gaan even over de achtbaan heen als het kan. Kunnen we even over de achtbaan heen? Yes. Even binnenkijken hoor, want die hebben ook echt... Het ziet er zo leuk ingericht uit. En ik ga eens naar buiten, want... We hebben een foto... Nee, we hebben geen foto. Het werkt niet hier, maar wel leuk gedaan. Zelfs wc-hokjes als je in je broek moet poepen. Je kan hier nog helemaal heen lopen. Ik wil toch even kijken wat ze hier hebben gebouwd. Want ik heb echt heel veel werk gedaan aan dit. Al of dit vuurtoren gemaakt. En je kan hier zelfs lopen helemaal hier omheen. Ongelooflijk. Wat een werk. Hè? Dit is echt een werk. Het gaat uiteindelijk om die achtbaan natuurlijk. Maar hij denkt ook aan wat eromheen, de zaken. En dat is echt fantastisch. Ik heb gewoon een heel pad gemaakt hier. Van het moment dat er geen jumpscares te bekennen zijn. Of dat je nog meer geluiden hoort in het park. Ja, ik vond dit een fantastische achtbaan. Ik kan er niks meer over zeggen. We gaan naar de derde. En dat is de Feet Crusher. Klinkt ook echt... Oh nee, Coaster Park. Nee, die doen we volgende keer. We doen Dynamite Blaster. Sowieso. Dan hebben we wel verschil... Dynamite Blaster is niet een dark ride, dus het verschilt eigenlijk met die twee achtbanen. Maar het is een nagebouwde achtbaan uit Rollercoaster Tycoon 1. En als jullie het kennen, Dynamite Dunes. Ik doe de aflevering, de serie Rollercoaster Tycoon 2 of 1 doe ik op mijn kanaal. Maar dit is Dynamite Dunes en dit is de achtbaan die in het tweede level staat van Rollercoaster Tycoon 1. De Dynamite Dunes. En als je het ziet, herken je het. Ja, ik denk dat mensen nu al zeggen van, oh ja. En iemand heeft dat helemaal nagebouwd in No Limits. En fantastisch hoe je eigenlijk een achtbaan uit een spel van bovenaf gezien kan doen. En ik wil eigenlijk ergens in het midden zitten of zo. Ik wil gewoon niet een keer vooraan zitten. Gewoon een keer
random of achteraan. Dat is misschien leuk, achteraan een keer. De hekjes mogen open hoor. Er is niks mis mee. Je mag het doen. 3 karretjes ook, net als in het spel. Rijden volgens mij ook 3 karretjes. En we gaan dus achterin zitten. Nou ja, een soort van achterin. Ik wil eigenlijk daar gaan zitten. Kan ik daar nog even in zitten? Nee. We gaan hier. Nou, maakt niet uit. Is ook allemaal goed. Woo! Yeah! Hand omhoog! En ik ben heel benieuwd wat het is geworden, deze achtbaan. Wow! Klopt, je gaat eerst nog helemaal naar beneden. Je gaat nog niet omhoog in het begin. Maar dat gaat nu wel... Oh, je gaat nog... Oh ja, onderin die grot. Ja, klopt. Ja, het is gaaf om te zien dat iemand dit gewoon probeert te bouwen. En heeft ook gewoon... Hij heeft het gewoon gedaan, weet je wel. Vet, 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 vet. En nu gaan we gelijk omhoog. Oh, heerlijk. Nu begint de achtbaan eigenlijk. Maar het begin is leuk. Dat je zo echt naar beneden gaat. Hè? En dan zo'n hobbeltje. Dat is echt prachtig bij zo'n achtbaan. Ja, en natuurlijk deze achtbaan was ook heel bekend omdat hij dus ook onder de grond ging. Een paar keer gaat hij dus onder de grond, zie ik. Allemaal tunneltjes. Daar gaan we. Dat duurt even, dat toetakelen. Wow! Van de Vaart! Rafael van de Vaart. Wow! Hij heeft wel een lekkere speed, joh. Wow! Wow! Nou, dit is wel een hele vette coaster. Alleen jammer dat deze zulke achtbanen verliezen heel snel de snelheid, heb ik het gevoel. Maar hij gaat op best wel een lekker tempootje. Kijk, hier zal hij wel heel veel vaart verliezen, denk ik. Hij wordt zelfs nog een klein beetje omhoog getakeld. Kun je nagaan. Anders haalt hij het waarschijnlijk gewoon niet. En dan gaan we nog... Ik weet niet of we nu uitkomen bij het station. Of dat hij nog verder gaat. Volgens mij was dit het wel, hoor. Ja, zie je het? Wat remmen, joh. Laat hem lekker vaartje. Laat hem lekker gaan. Hoor die geluiden ook, hè? Fantastisch. Zo realistisch gedaan. En we zijn gekomen bij het station. Dit zal een lastige keuze worden voor heel veel mensen. Omdat dit natuurlijk nostalgie is van Rollercoaster 1. En, maar die andere twee attracties waren ook fantastisch. En wat mij betreft echt een fantastische aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te liken en te abonneren midden op het scherm. En vergeet niet te commenten welke achtbaan door of heeft gewonnen van deze 3.